Sunil Sitaldin is vandaag beëdigd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname. Hij wordt belast met de leiding van de permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. President Chan Sontoki gaf tijdens zijn toespraak aan dat de nieuwbakken ambassadeur de belangen van Suriname nadrukkelijk moet behartigen. Alleen door multilateralisme kunnen we onze doelen als internationale samenleving bereiken. En alleen door gezamenlijke inspanning kunnen we blijven werken aan een nieuw multilateralisme. Daarom, heer Sitaldin, aan u de bijzondere taak om ook de nationale belangen van Suriname binnen de Verenigde Naties te gaan behartigen. Dan denk ik met name aan het vraagstuk van klimaatfinanciering, de onrealistische, oneerlijke en contraproductieve klassificatie-instrumenten, waardoor wij als land bijna geen toegang hebben tot concessionele financiering om onze economie opnieuw te starten. Suriname heeft sinds het lidmaatschap van de Verenigde Naties in 1976 een intensieve samenwerking met diverse organisaties, waaronder UNDP, UNICEF, UNFPA, FAO, UNODC, UNHCR, OHCHR en overige gespecialiseerde organisaties die verder zal moeten onderhouden en uitbreiden. De VN hebben een intergouvernementele structuur. Dit houdt in dat de samenwerking plaatsvindt tussen de regeringen van de 193 lidstaten. De lidstaten behouden hun eigen beslissingsbevoegdheid bij de besluitvorming. De VN bestaan uit een uitgebreid netwerk van organisaties met 6 hoofdorganen, namelijk de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, het Secretariaat, het Internationaal Gerechtshof, de Economische en Sociale Raad en de Trustschapsraad. De bestuursorganen zijn gevestigd in New York, behalve het Internationale Gerechtshof, dat bevindt zich in Den Haag. De VN-programma's en fondsen, waaronder het VN-Kinderfonds UNICEF, het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen UNHCR, zetten zich in voor ontwikkeling, humanitaire hulp en mensenrechten. Gespecialiseerde organisaties zijn actief op gebieden als gezondheidszorg, landbouw, internationale luchtvaart en meteorologie. De gespecialiseerde organisaties, verbonden aan de VN door speciale overeenkomsten, doen hun werk in samenspraak met de VN, maar zijn afzonderlijke autonome organisaties. Volgens minister Albert Ramdien is de Verenigde Naties een belangrijke organisatie. Hij geeft aan dat Suriname niet mag ontbreken bij de VN. Ons land is sinds 1975 lid van de Verenigde Naties. Ramdien benadrukt dat er veel te doen is voor Suriname binnen dit internationaal blok. Er valt veel te doen, zowel op het stuk van het politieke werk in de Verenigde Naties, als ook op het stuk van internationale samenwerking. Wij gaan heel sterk focussen op internationale samenwerking, simpelweg omdat we vinden dat binnen het VN-systeem er veel meer te halen valt voor het land in termen van ondersteuning, de UNDP, is het ontwikkelingsorgaan van de Verenigde Naties. Daar moeten we meer uit kunnen halen in termen van technische bijstand, maar ook in termen van kapitaal voor ontwikkelingsprojecten. Een andere belangrijke zaak voor ons is, naast het politieke werk in de multilaterale diplomatie, zoals dat heet, is het aangaan van en het versterken van bilaterale connecties. Omdat eigenlijk in New York en de Verenigde Naties alle onafhankelijke landen in de wereld zijn daar lid van. En wij zijn dus daar in een omgeving met 193 andere landen. En dat geeft ons een mooie gelegenheid om, waar we geen missies hebben, waar we dus geen fysieke aanwezigheid hebben, om met die landen contact te hebben in New York. Dat is ook de bedoeling dat we dat gaan doen. Verschillende landen met wie we nog geen diplomatieke betrekkingen hebben, zullen worden benaderd. We zullen ook met die landen praten over het versterken van de bilaterale relaties tussen Suriname en die landen, ook in het kader van het aantrekken van investeerders. Ambassadeur Sunil Sitaldin is zich ervan bewust dat de belangen van Suriname prioriteit genieten. De standpunten van ons land moeten niet alleen kenbaar gemaakt worden, deze moeten ook verdedigd worden. Een belangrijk forum om onze standpunten kenbaar te maken en eigenlijk om onze standpunten te verdedigen. En het verdedigen van die standpunten doe je alleen maar op basis van jouw eigen belang. Dus op basis van ons eigen belang gaan we dus de belangen van Suriname dus daar gaan behartigen.
Bijvoorbeeld, weet u, waar we dus als land heel duidelijk hebben gesteld van wereld. Wij vormen de longen, wij zijn de longen van de wereld. Maar wat krijgen we daarvoor? En bovendien, wij zijn niet de veroorzaker van dit wereldprobleem. Dus we vinden als land, zeker als land, dat voorziet in zeg maar de zuurstof voor een groot deel, voor de zuurstof, aan de wereld, willen we gecompenseerd worden, weet u. En dus dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van opkomen voor je eigen belang.